Het parlement is gisteren in commissieverband van start gegaan met de behandeling van de ontwerpwet identiteitskaarten. Deze wet heeft te maken met het uitgeven, afgeven, inhouden en intrekken van identiteitskaarten. De wet heeft tevens te maken met de vervanging van het huidig ID-kaartensysteem naar een internationaal gecertificeerde biometrische kaart van hoogstaande internationale standaard en kwaliteit. De commissie wordt voorgezeten door NDP-parlementariër André Misikaba. De wet identiteitskaarten valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. Minister Mike Noor Salim benadrukte gisteren in DNA dat het huidige ID-kaartensysteem van Suriname niet aan deze tijd voldoet. Bovendien laat de kwaliteit van het systeem te wensen over en kan er makkelijk fraude worden gepleegd, zegt de bewindsman. We hebben in het verleden niet gelet op kwaliteit als zodanig en hebben 10 jaar bijvoorbeeld uitgetrokken voor de geldigheidsduur. Er is een vraag gesteld over waarom niet dezelfde 10 jaar, maar gaan naar 5 jaar. Voorzitter, is gelet op de kwaliteit. En u heeft gelijk als u stelt dat de huidige kaart ook een kleurenfoto heeft. Maar uit de praktijk is gebleken dat er instanties zijn die na 5 jaar onze huidige kaart niet accepteren, omdat simpelweg de kwaliteit van de foto is afgenomen. Dus u begrijpt ook dat van 5 jaar is zorgvuldig uitgekozen, omdat de kwaliteit binnen 5 jaar gegarandeerd is. Een van de voordelen van de nieuwe ID-kaarten is dat deze meer garantie bieden voor veiligheid. Daarnaast stelt de gebruiker in staat de meest gevraagde actes in 1 keer bij zich te hebben, zei commissievoorzitter Misikaba. Het veldbezoek werd afgesloten met een rondleiding in de ruimtes die worden klaargemaakt voor onder andere het vervaardigen van de nieuwe ID-kaarten. Ik moet opmerken dat die ruimten, voorzitter, eenmaal 24 uur onder politiebewaking staan. Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de CBB-afdeling waar alle actes van de burgerij worden opgeslagen te bezoeken. Ook het proces hoe actes worden gemaakt is aan de commissie gepresenteerd. Ik moet een tweede opmerking maken, voorzitter, hier. En ik vraag de bijzondere aandacht van de regering om toch wel werk van te maken om die ruimte waar de actes van de burgerij worden opgeslagen, om die dringend te renoveren. Voorzitter, verschillende plekken hangt het plafond los. En hier praat ik, voorzitter, over de actes, eigenlijk de papieren zijn regel alibif unu. In Akondri, geboorteakte, overlijdensakte, huwelijksakte, die ruimte ziet er deplorabel uit. NDP-parlementariër en commissievoorzitter André Misikaba gisteren bij de openbare commissievergadering over de nieuwe ID-kaartenwet. Het huidige identiteitskaartensysteem zal worden vervangen met een veel betere dat aan internationale standaarden zal voldoen.